We gaan verder met Genesis 12 en ik wil vooraf een enkel vers uit Hebreeën 11 lezen, wat natuurlijk betrekking heeft op Genesis 12. In Hebreeën 11, daar worden allerlei mensen opgenoemd die een voorbeeldig geloof hadden, waar dus wij iets van kunnen leren. En er staat in vers 8 en vers 9, door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten. Omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. En dan volgende stukje over Sarah, maar dat komt op een later ogenblik waarschijnlijk nog wel. Door het geloof dus deed Abraham deze dingen. Dat geloven we natuurlijk wel, want dat eerste stuk, we hebben het vorige week behandeld, je spullen inpakken terwijl je niet weet waar je heen gaat, dat doe je niet zomaar. Dan moet je echt gevoeld, ervaren hebben dat God iets van je vraagt, dat je het ook gaat doen. Zo duidelijk de stem van de Heer hebt gehoord dat je niet anders kunt dan erachteraan gaan. Ik ben je God, Abraham. Ik zorg voor je, dus ga. En Abraham kon niet anders dan gaan. En als hij dan ook daadwerkelijk zijn spullen inpakt, dat is het tweede stukje van Genesis 12, dan komt hij ook in dat land aan. En dan hoort hij nog een keer die stem van de Heer die tegen hem zegt, Abraham, dit is de goede weg. Ik ben je God, ik zorg voor je. Dit is het land dat ik aan jou en je nakomelingen zal geven. En dan staat er in die versen die daarna komen, dat is vers 7, 8, 9, dat Abraham twee keer een altaar bouwt voor de Heer. Dus in dat beloofde land, waar Abraham dus door het geloof heen gaat, bouwt hij twee keer een altaar. En we kennen de plaatjes wel uit de kinderbijbel, dat is zo'n geraamte van stenen met takken daarop, een dier wat verbrand werd, als een lieflijke reuk die opkringelt naar de Heere God in de hemel. Dat is een altaar. En daar nam je niet zomaar een dier voor, maar daar nam je het beste voor. Het mooiste, het vetste, het allerbeste, dat gaf je aan God om daarmee te laten zien, dank u Heer. Twee keer in dat ene stukje tekst bouwt Abraham een altaar voor de Heere God. En daar wil ik vanmorgen eigenlijk de eerste lijn uit trekken. Gaan met God, dat betekent ook dat er iets met jezelf gebeurt. Natuurlijk, je wordt gehoorzaam, je gaat volgen, maar je gaat ook op een manier kijken naar jezelf, naar het leven, wat gekenmerkt wordt door dankbaarheid. Er worden altaren gebouwd. En natuurlijk, wij doen het op een andere manier. Niemand van ons heeft in zijn achtertuin waarschijnlijk zo'n stenen geraamte staan. Ja, misschien als barbecue, maar daar wordt hier niet bedoeld natuurlijk. Maar een plek waar je God dankt voor zijn zegen. Voor zijn aanwezigheid. Voor zijn voortdurende ogen die in genade naar je kijken. Hoe doen wij dat? Een altaar bouwen. Misschien dat Genesis 12 ons vandaag wat handvatten daarvoor geeft. Dat je fysiek tijd en ruimte maakt. En plaats, misschien midden in je gezin, om eens met elkaar te benoemen, wat hebben we nu van de Heere gekregen? Vandaag of de afgelopen week. Dat je met elkaar de dingen is benoemd, is opschrijft misschien, daar moet je zelf maar een vorm voor zoeken. Maar dat je leert om met de dingen die je ontvangt van de Heere omhoog te kijken. Dank u Heer. En dat je dan het beste neemt daarvan. Dus niet 's avonds voordat je naar bed gaat en hondsmoe bent, nog even
dank u wel, Heere God. Maar het beste van de dag. Het beste van wat je hebt. Het beste van wie je bent. Offeren aan de Heer. Abraham begint daarmee. Had nog geen vierkante meter grond in zijn bezit, daar in dat beloofde land. De mensen keken hem aan van, wat doe jij hier? Het eerste wat ze doen is offeren. Dank u, Heere, dat u uw belofte waarmaakt en dat u God bent. Nog iets daarover. En dan kijk ik vanmorgen in het bijzonder mezelf aan. Als het niet gaat in mijn leven zoals ik verwacht, dan bid ik de sterren van de hemel. Heere, alstublieft, wilt u dit of dat? Wat moet ik hiermee? Maar als God zijn belofte wel vervult, dat hij dichtbij is, dat hij zegent, dat hij zijn oog in genade en gunst op mij laat vallen, dan ga ik vrij gauw overheen. Dat wordt een soort van zelfsprekendheid. Misschien herken je dat wel. Misschien herkent u dat wel vanmorgen. Genesis 12 zet ons vanmorgen stil. Kijk omhoog. Dank u, Heer, voor wie u bent en voor uw trouw en voor uw genade. Terug naar Abraham. Als dat altaar gebouwd is tot twee keer toe, dan zijn ze in dat beloofde land. Daar wordt dat gebouwd. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. En dan begint het succesverhaal, zou je bijna zeggen. Althans, dat zou je verwachten. Belofte gehoord, opdracht van de Heere God gegaan, mooie dingen meegemaakt, mooie beloftes gekregen. Maar dan, vorige week begon ik met dat programma Ik Vertrek. En daar is meestal halverwege het programma, als dan die mensen vertrokken zijn en een beetje zijn gezetteld daar, dan komen de eerste tegenslagen. En dan is er zo'n mooie voice-over die zegt, maar dan. En dan wordt opgenoemd wat er allemaal niet misgaat. De riolering die toch niet aangelegd is of die lek is. Nou ja, noem het maar op. Genesis 12 zegt dat ook. Maar dan, hongerstand, 10e vers. Dus als Abraham en Sarai met hun bezittingen, Lot, hun slaven en slavinnen, die kant op gaan, steeds dichter naar de plek waar God ze wil hebben, dat moeten we in de gaten houden, dan komt er hongersnood. Moet je je even voorstellen wat dat betekent. Wij leven hier in luxe en in wilde. We hoeven maar naar de winkel te gaan of we laten het tegenwoordig thuis bezorgen. Wat we nodig hebben. Je kunt kiezen uit weet ik hoeveel soorten brood. In die tijd was het anders. Geen regen betekende geen opbrengsten. Betekende hongersnood. Betekende uiteindelijk de dood. Dat kan dus. Dat je de weg van de Heere God gaat. Dat je gaat waar Hij je hebben wil. En dat er dingen gebeuren waarvan je van tevoren geen rekening mee had gehouden. Hier voor Abraham en Sarai hongersnood. En uit nood komt Egypte in beeld. Abraham trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zwaar. Egypte was in die tijd de graanschuur van het Oude Oosten. Door de aanwezigheid van de rivier de Nijl, die de oevers irrigeerde, was er vruchtbare grond, was er grote oogsten vaak. En in de Bijbel is Egypte vaker een tijdelijke schuilplaats voor mensen.
Hier voor Abraham en Sarai, straks voor Jacob, straks voor Jozef aan het eind van Genesis. En ook als de Heer Jezus is geboren, dan moeten ze tijdelijk naar Egypte gaan om te overleven. Om als vreemdeling in dat land te gaan wonen. Is dat nou goed van Abraham? Dat hij dus uit dat beloofde land vertrekt en naar Egypte gaat om daar tijdelijk te gaan wonen. Je zou kunnen zeggen, nee, dat is slap van hem. Als God dingen belooft, dan moet je ook het vertrouwen hebben dat God dan voor je gaat zorgen. Andere kant, je moet ook de middelen gebruiken die je hebt. Als je ziek bent en je hebt hoofdpijn bijvoorbeeld, dan kun je prima paracetamol nemen. Of moet je ook dan zeggen, nee, dat is je gegeven, die hoofdpijn, daar moet je dan mee leren leven. Misschien een mooie vraag voor vanavond. Is dat trekken naar Egypte, is dat nou geestelijk juist of is dat niet goed? Of ligt het iets genuanceerder? Abraham ging naar Egypte. Hij handelde naar bevind van zaken en omkomen vanwege de honger was zeker geen optie. En dan komt dat bijzondere stuk over Sarai. Abraham die zijn vrouw eens goed aankijkt en zegt tegen Sarai, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Het is natuurlijk mooi als je man dat tegen je zegt. En even voor de helderheid, Abraham is 75 en Sarai is waarschijnlijk 1 jaar jonger, 74. Ik zou bijna tegen de senioren zeggen die vanmorgen meekijken, blijf dat tegen elkaar zeggen. Dat je niet alleen elkaar mooi vindt, maar ook van elkaar houdt. Maar het is een zijlijn die ik eventjes bewandel. Abraham kijkt zijn vrouw aan en zegt Sarai, je bent een prachtige vrouw. En dan komt het. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken, dat is zijn vrouw. Als we hem ombrengen, is die vrouw vrij. Kunnen we haar meenemen, is de zaak in kannen en kruik. En Abraham verzint een plan. Weet je, Sarai, je bent mijn halfzus. Dat is ook zo, Genesis 20 staat dat Abraham en Sarai dezelfde vader hadden, maar niet dezelfde moeder. Dus ze waren ook echt broer en zus. Abraham had verteld dat de halve leugen dat Sarai zijn zus was. En dat vertelde hij juist om te benadrukken dat hij in leven zou kunnen blijven. Wat betekent dit voor Sarai? En misschien voor alle andere vrouwen. Is het nou leuk voor je om alleen maar op je uiterlijk beoordeeld te worden? En dat zit heel diep in de situatie in het Oude Oosten, die wereld van toen. Maar ook in ons aller hart. We kijken naar de buitenkant en wie je bent, Waar je voor staat, dat doet er minder toe. Natuurlijk is de situatie tussen het Oude Oosten toen en ons wel behoorlijk anders. Gelukkig maar wat dat betreft. Maar toch, dit zijn van die teksten waar staat dat mensen heel mooi zijn. Dat komt vaker voor in die geschiedenissen in Genesis. Bij Rebecca en nog wel vaker. Dat een vrouw mooi is en daarom tot een bepaalde verbeelding spreekt. En het schuurt nog meer, omdat Sarai hier als poppetje wordt gebruikt, zou je bijna zeggen. Als marionet. Ze heeft maar te gaan.
Abrams plan vindt ze, dat weet ik niet wat ze daarvan vindt, maar ze moet naar die farao en ze wordt in het harem opgenomen. En Abram, die spint er garen bij. Hij wordt met geschenken overladen, staat er. Schapen, geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezels en ezelinnen. Hij krijgt het allemaal. En dan? Dan grijpt God in. En hoe grijpt God in? Door de farao en zijn hof met zware plagen te slaan. Om wat er gebeurd was met Sarai, de vrouw van Abram. Dus de farao krijgt met zware plagen te maken, terwijl Abram iets doet wat niet goed is, liegt. Zo zou je het kunnen opvatten. En dat is ook zo. Alleen er zit nog een andere lijn in. Dat die farao, die niet bekend stond vanwege zijn zachtzinnig optreden, die vrouw van Abram neemt, van wie hij denkt dat het zijn zus is, dat is natuurlijk ook niet goed. De vrouw nemen van iemand anders, dat mag niet. Dat kan niet. En het was toen niet goed en het is nog steeds niet goed. Als we zo naar vrouwen kijken om ze te nemen. En zeker niet om daar ook gevolg aan te geven. Daarom die zware straf voor farao. En daar kun je natuurlijk over spreken. Is het nou rechtvaardig van God? Dat terwijl Abraham toch de hoofdschuldige lijkt, farao en zijn hof die zware plagen krijgt. Voor ons gevoel is dat niet rechtvaardig. Misschien ook een mooi punt voor vanavond. En bovendien, als we het goed lezen, dan is Abraham voortdurend bezig met zichzelf. Als ze mij maar niet doden, zegt hij tegen Sarai, kom ik er goed vanaf. Abraham die vooral met zichzelf bezig is. De man die geroepen is, die ging, die beloftes kreeg, die beloftes omarmde. Hier in het tweede stuk van Genesis 12 blijkt het iemand te zijn die ook maar heel klein is. Heel slap. Heel zwak. Is dat nou de vader van alle gelovigen? Is dat nou het grote voorbeeld? Iemand die zo kleinzielig kan doen en vooral met zichzelf bezig is. Weet u, ik ben zo ontzettend blij met dit stukje uit Genesis. Dat Abraham, zo'n man die aan de ene kant groot is, God volgt op al zijn wegen. En even later een hele gewone man blijkt te zijn. Zoals ik. Slap soms. Vooral bezig met je eigen belangen. Misschien herken je dat wel. Misschien herkent u dat wel. En weet u wat het evangelie is? Dat juist zulke mensen in het licht van Gods genade mogen komen. En dat God niet zegt, Abraham, slappeling, verdwijn. Maar dat deze Abraham met dit gedrag steun mag vinden in die eeuwige armen van de Heer. Zo groot is Gods genade voor mensen als Abraham, voor mensen als Sarai, voor u, voor jou, voor mij. Abraham, die gaat verder. Hij wordt bij de farao ontboden, krijgt van de farao pittige vragen. Waarom doe je dit? En wordt dan met een gewapende escorte weer naar huis gebracht.
Farao heeft gemerkt, met die God van Abraham is niet te spotten. Abraham, de vader van alle gelovigen. Het gaat vooral over de God van Abraham, die mensen volgt waar ze ook heen gaat. Die mensen, ook als ze op hun zwakst zijn, vasthoudt. En die vooral het grote plan vasthoudt. Zou God echt zijn belofte hier gegeven aan Abraham en Sarai laten stoppen? Omdat Abraham zulke dingen denkt en doet. Abraham, je kent de Heere toch? Misschien naar ons toegehaald vanmorgen. Misschien denkt u, denk jij wel, wat ik allemaal doe, wat ik allemaal niet doe, wat ik denk, dat past niet echt bij christen zijn, bij hoe God wil dat ik leef. Zou God echt zijn belofte aan ons, door ons gedrag laten ophouden? Dan denken we veel te klein over wie God is. De God van de genade die vasthoudt met die eeuwige armen. En wat God één keer vast heeft, laat hij nooit meer los. Tot in alle eeuwigheid. Het is de trouw van God dat Abraham door het geloof dit pad gegaan is. Het is de trouw van God dat wij vanmorgen kerk zijn. Het is de trouw van God dat wij mensen, kleine mensen, slappe mensen, in zijn licht mogen komen. En daar mogen leven, vrij mogen leven voor zijn aangezicht. Abraham en Sarai verlaten Egypte. Verdwijn, hier heb je niets te zoeken, zegt de farao. Jaren later, eeuwen later, zal Jeremia profeteren. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is een profetie over de Heer Jezus Christus die naar Egypte moet vluchten. En die uit Egypte wordt teruggeroepen. Omdat in Israël dan de kust min of meer weer veilig is. God grijpt in. Op zijn manier. Op zijn tijd. God werkt door kleine mensen heen. Maar wat vooral duidelijk is. God is trouw. God doet wat hij gezegd heeft. Hij grijpt reddend in. Als alles aan alle kanten vastloopt. Door menselijk falen. Door menselijke kleine dingen. Dan gaat God door. Dan trekt God zijn plan. Als wij vastzitten. Als wij niet meer kunnen. Als we ons er zelf helemaal ingedraaid hebben. God blijft dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Dat was Genesis 12. Onthoud dat God kan en wil redden. Ook al lijkt dat er niet op. Onthoud dat God altijd raad weet. Ook als wij ten einde raad zijn. Onthoud dat God trouw blijft. Ook al draaien wij de ene leugen naar de andere leugen om ons gedrag te verbloemen. Onthoud dat alles vast ligt in de handen van de Heer Jezus. Uit Egypte is hij geroepen. Hij is de gekruisigde. Hij is de opgestane. Zijn trouw is het. Daarom kunnen we leven. Daarom kunnen we sterven met deze God. Amen.